feest in de Zeeheldenbuurt. Om de zomervakantie te vieren organiseerde activiteitencommissie De Zeeheldjes een zomerfeest voor de kinderen in de Leidse wijk. De jeugd komt dit jaar terecht op een nieuwe plek. Dit is voor ons een gelukkige nieuwe plek waar we activiteiten kunnen doen. En zolang het oude school niet gesloopt wordt, mogen we er gebruik van maken. Ja, want we staan hier op een schoolplein. Ja. Althans, dat was het. Dat was het, ja. Ja. Nou, er komen hier nieuwbouwhuizen van 500.000 per huis, hoor ik dus. Oh, dus de buurt die krijgt een flinke... Krijgt een flinke oppepper. Ja. Met parkeer, geloof ik, onder de huizen. Dus. Ja. En tot het zover is, mogen jullie hier gebruik maken van de ruimte? Tot de sloop mogen we hier blijven, dus dat is wel leuk natuurlijk. En betekent dat dan in ieder geval deze hele zomer? Ik hoop dat het deze zomer nog voortduurt, dat de sloop nog niet begint. We gaan de kinderen inschrijven. Dus als alle kinderen weer hier geweest zijn, krijgen we een bedankbriefje dat ze geweest zijn. Dat is heel leuk, op hun eigen naam. Ik vraag nu aan de kinderen hun geboortedatum. Want als ze dan jarig zijn, krijgen ze een leuke kaart met een leuk presentje namens de bewonerscommissie en de Zeeheldjes. Pas je op, ze zijn scherp. Nou, niet zo, want het is wel echt een springkussen dus. En wat vind je van alles het leukste? Nou, ik vind de allerleukste, vind ik deze. Toch deze? Ja. Ja! Het lijkt net een olifant. Ja.